Stel je voor, een vriendin vertelt dat zij graag weer wil voetballen en een team zoekt om zich bij aan te sluiten. Jij neemt haar een keer mee naar een training van jouw team en zij wordt lid. Onbewust waren jullie aan het netwerken. Doordat je elkaar kent en weet wat de ander wil of nodig heeft, kun je elkaar verder helpen. Dat netwerken is belangrijk, ook om kansen te creëren in je latere leven. Hoe krijg je die geweldige stage, die afstudeeropdracht of die fantastische baan? Natuurlijk kun je een e-mail sturen naar een bedrijf, maar de kans is groter dat ze je willen ontmoeten als je al iemand kent binnen dat bedrijf. Daarom is het belangrijk om een netwerk op te bouwen. En daar kun je nu al mee beginnen. Je vrienden van school, uit de buurt en van de sportclub gaan later ook studeren en werken. Als je deze contacten onderhoudt, kun je elkaar nu en in de toekomst helpen. Netwerken hoeft niet iets geforceerds te zijn. Het gaat vooral om het in stand houden van bestaande contacten en vriendschappen. Laat ze zien wat je kunt en wilt en toon oprechte interesse in de ander. Zo gaat het netwerken eigenlijk vanzelf. En vergeet niet, bij netwerken gaat het om geven en nemen. Neem deze week eens contact op met een student of iemand in een veld waarin je geïnteresseerd bent. Vraag wat ze van hun studie of baan vinden en of ze tips voor je hebben. Meer tips over netwerken? Klik hier.